maar obese. En voor de luisteraars die dat niet kennen, dat is Wendy van Dijk en een team van professionele, professionals, zou ik maar zeggen. Die helpen kandidaten met obesitas en een derde van hun lichaamsgewicht te verliezen. Dat is het doel. Wat kwam er in die periode, Tatjana, allemaal op jou af? Hoe was dat voor je? Ja, het was gewoon. Het was natuurlijk. Het is gewoon een rollercoaster. Want ik heb me wel zelf ervoor opgegeven. Het was echt wel bewust. Ik zag het echt op dat moment als een soort van laatste redmiddel. Het moest drastisch. Het moest gaan gebeuren. Ja, je hebt ook de brief die je schreef aan het programma. Die heb je lekker melodramatisch. In je boek inderdaad. erbij. Echt als het is mijn laatste redmiddel. Ja, maar zo voelde het wel echt op dat moment. Mm-hmm. Ik had echt heel veel geprobeerd. Lukte allemaal niet. Ik kreeg dus inderdaad heel veel alle bemoeienis. En ik dacht gewoon van, er moet gewoon iets gebeuren. Ik dacht echt van, als ik ga afvallen, dan gaat mijn leven pas echt beginnen. Dan ga ik gewoon een leuker, gelukkiger mens worden. Nou, mm-hmm. Dus dat programma. En toen werd ik uitgekozen. En toen is alles gewoon ook wel heel erg langs me heen gegaan eigenlijk. Want het is dus 10 maanden tijd. Heel veel afvallen. En je leven staat gewoon in het teken daarvan. Je sport het eerste half jaar sport je 2 keer op een dag. Met personal trainers. Dan heb je ook nog een voedingsconsulent en een psycholoog die je gewoon om de paar weken ziet. En natuurlijk heel veel cameramomenten. Dat je gewoon gevolgd wordt met de camera. Mm-hmm. En ik studeerde daarnaast ook nog. Het was het eerste jaar van de universiteit. Dus ik had het gewoon eigenlijk al best wel druk. En toen, maar dit nam gewoon mijn hele leven over. Ja. Ja. Ik neem aan dat er niet heel veel van studeren terecht is gekomen in die periode. En wat leerde je in die tijd over het proces van afvallen? Kreeg je nieuwe inzichten daarin? Nou, het was natuurlijk allemaal heel extreem. Dus ik had, wat ik net ook al zei, ik had daarvoor echt wel dieetpogingen vooral gedaan. Dat de psychologen, diëtisten allemaal versleten. Maar dat is natuurlijk allemaal, dan ga je 1 keer per week naar zo iemand toe. Dit is gewoon eigenlijk een soort van all day, every day. Mm-hmm. Dat er gewoon experts naast je staan. En dat het gewoon is van, nou, dat je ook, je wordt heel erg aan de hand genomen. Dus weet je, ik die personal trainers zeiden wat ik moest doen in de sportschool. Ik kreeg een voedingsplan. Het was gewoon heel erg van, en je zag die mensen elke dag. Dus het was bijna alsof je gewoon intern ging 10 maanden lang. En je werd gewoon gezegd, ga dit en dit en dit doen. Ja. En het afvallen ging natuurlijk ook heel snel. Heel snel, dat lijkt me wel. 10 maanden, 56 kilo. Ja. Ongelooflijk. Ja. En toen was je opeens 56 kilo kwijt. Ja. En wat gebeurt er dan met je? Nou, dus eigenlijk niet heel veel. Tenminste, iedereen. Ja, dat is heel gek. Maar ik dacht van tevoren, nou, ik word echt een ander mens. En natuurlijk, als je voor- en na-foto's ziet, ik zag er anders uit. Mm-hmm. Maar, en natuurlijk, ik voelde me fysiek lichter. Ik kon natuurlijk veel meer. Ik had supergoeie conditie. Ik had de sport ook echt ontdekt. Nou, nog steeds sport ik echt veel. Ik heb het daar echt, dat is soort van mijn grootste winst van obese. Dat ik gewoon heb leren sporten en het gewoon echt leuk ben gaan vinden. Dus dat was er zeker. Maar dat hele interne geluksgevoel of zo, dat heb ik nooit echt gehad. Natuurlijk momenten van een soort sporthigh, zeg maar, die endorfine door je lichaam. En trots misschien dat het je gelukt nee, was? Nee, dat dus niet. Oh. Ja, en dat laat dus, dat is soort van mijn grootste. En dat is natuurlijk wat heel veel mensen gewoon niet begrijpen of niet weten. Kijk, ik had gewoon een super slecht zelfbeeld door al die jaren heen opgebouwd. Door al die pesterijen, al die bemoeienissen. Gewoon heftig thuis vroeger. En ik dacht, het gaat ook wel veranderen als ik afval. Want dan kan ik inderdaad trots op mezelf. Dan heb ik zo'n grote prestatie geleverd. Maar dat kwam niet. Ik was niet trots. Ik was niet blij met mezelf. Ik zag alleen maar wat er nog niet goed was. Dus ik bleef bijvoorbeeld mijn bovenbenen veel te dik vinden. Het was ik nu foto's terug. Je denkt, jezus, waar zei ik je om? Ik had maat 42. Prima. Kijk, ik was geen, weet je wel, niet heel dun. Maar het was gewoon echt prima. Maar ik zag alleen wat er niet goed was. Ik werd helemaal obsessief met een soort van ideaalbeeld dat voor mij helemaal niet realistisch was. En ik wilde alleen maar verder en door en meer. En ik kon niet blij zijn of trots zijn met wat ik had bereikt. En reageerden mensen anders op jou? Heb je dat ervaren? Ja, dat is wel heel erg. Dus ik kijk, mijn omgeving, maar ook vooral, ik kreeg opeens best wel veel mannelijke aandacht. Terwijl het daarvoor kreeg ik ook wel eens aandacht, maar echt niet zoveel. Vooral, ik werd niet meer de hele tijd in de gaten gehouden. Niet mensen die soms een beetje op straat naar je kijken. Of wat ik echt best wel in mijn studententijd had als ik uitging. Dat gewoon groepjes mensen die soort van uit gaan lachen of gaan nadoen. Dat was er allemaal opeens niet meer. Dus ik had bijna een soort van opeens privileges. Omdat ik gewoon slanker was geworden. Zoals? Nou, dus dat je niet meer dit in de gaten wordt gehouden. Dat ik gewoon in alle stoelen paste. Dat zijn gewoon dingen waar je als je gewoon slank bent of een normaal postuur niet over nadenkt. Maar dat is wel, als je dik bent, dan scan je alle ruimtes of je er wel een soort van letterlijk past. En je hebt een hele andere mindset dan. Ja, en je bent ook dus bang dat mensen je gaan uitlachen of gaan naroepen of gaan nakijken. Ja. En dat was er opeens allemaal niet meer. Dus dat was natuurlijk heel fijn. Het kost je gewoon minder energie om gewoon te leven. Ja. Fast car, Tracy Chapman. Ja. Waarom?